Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is nu rond 12 uur. Als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben net al naar school geweest en ik moet zo weer. Alleen ik ga heel even thuis eten. Ik heb namelijk vanmiddag een event van... Ik ga het vanmiddag even goed zeggen, maar in ieder geval met een soort van met L'Oréal en een soort haarproduct. En ik ga daar samen met Domma naartoe, dus dat is heel gezellig. Ik ben deze week ook jarig. Dus er gaan allemaal leuke beelden komen daar. En ik heb dus nu dit pak aan van Most Wanted. Die had ik aan naar school. Want ik dacht dat is wel leuk om dat aan te doen naar het event. Helaas is door de maatregelen het wel best kort. Maar alsnog hebben we er echt mega veel zin in. Dus ik ga nu even snel thuis wat eten. Dan ga ik terug naar school en dan gaan Donna en ik naar het event. En dan zal ik even vertellen wat het precies is. Wel heel veel zin in. Oh ja, gisteren was ik bij de ouders van mijn vriend. En toen heb ik een cadeautje gekregen alvast voor mijn verjaardag. Want zij gaan namelijk op vakantie. En ik dacht dat is wel even leuk om te laten zien. Oh, trek even de verpakking kapot. Wat er namelijk in zit is MAC Soft & Gentle. Die van mij was helemaal op. Dus hier ben ik echt super blij mee. En die lipgloss van Too Faced. Met die de Extreme. De Lip Injection. Dus dat is heel erg nice. Oké, nou Donna is er. Yes! We zijn onderweg naar het event. We moeten nog een uur rijden. Lekker in de file. Oh, oké. Donna gaat even vertellen wat voor een event het is. Oh, ga ik dat doen? Ja. Het is van L'Oréal. Samen met... collaboration met... met Vermeco's Hair Company. Oké, Hair Company. Ja, volgens mij is maar het voor duurzaam product. Volgens mij is het gewoon een duur woord voor kapsalon. Oké. Volgens mij is het gewoon een kapper. Ja. Dus we krijgen helemaal leuke informatie. Ja, we zijn heel benieuwd. Het wordt een avond waar inspirerende sprekers jou meer vertellen over duurzaamheid. Okay. In combinatie met lekkere hapjes en drankjes. En natuurlijk een DJ. Woe! En we krijgen een goodie bag. Nou, en een goodie bag. Die gaan we straks unboxen. Helemaal leuk. Zin ja, in. Ik ben echt benieuwd. En ook benieuwd. Zit u dan in de file? En dan ga ik hem aan eerst instantie op je hoofd krachtig. Ja, maar op zich nog best wel goed licht. Oh ja. Nou, we gaan zo even lekker wat eten bij de Mackie. Uiteraard. Bij de Burger King of iets. Dat kan niet ontbreken aan deze avond. Zou ik daar licht zetten of heeft dat geen... Nou, je ziet het denk ik eigenlijk best wel goed al. Ja, en we hebben dus een goodie bag gekregen. Ondertussen leggen we ook een beetje uit waar het over ging. Ik ruik echt hier. Want het is dus een lift salon live. L-G-C-I-F. Ja, voor Live Your Footprint. Leave. Nou, daar komt mijn beste Engels. Ja, leave your footprint. En dat gaat over duurzaamheid. En dat willen ze dus in salons in Nederland brengen. Ja. En we hebben dus een goodie bag gekregen. Zullen we even showen erbij? Het zit echt... Ja, voor een tasje moet je het wel hebben. Heel ja. Interessant. Oké, zullen we gewoon allebei onze beurt iets pakken? Ja. Zullen we even die bomen uit? Oh, maar dit is wel ook... Hoe spreek je dit nou uit? Dat Kira's...
Kerastase. Kerastase. Ja, dat is echt een heel goed merk. En blijkbaar is het dus ook duurzaam. Dat wist ik ja, niet. Oh ja, en we hebben een haarcheck laten doen daar. Zullen we met de microscoop kijken? En mijn haar lijkt natuurlijk heel dood. Dat denk ik dat... Maar dat is niet. Nee. En mijn haar dus lijkt wel oké. Okay. Nou ja, dat was echt zo dood. Maar ik denk dat het bij jou alleen komt omdat je het hebt geverfd. Ja. Maar ja, weet je wat ook zo is? Dun haar hoeft niet per se te zeggen dat het slecht is. Ik wil... Oké, ik ga kijken wat hier op staat. Ja, op de rol. Oh, kijk wat een mooie fles. Oh, wat is dit? Geen idee. Oké, dit is het. Wat spannend. Oh, het is met zo'n pet. Wat spannend. Ja. Wat is het? Serum. Kijk wel. Oh, het is echt... Het is een Sinterklaas gedicht, lijkt wel. Nee, dit is wat daar stond in de salon, dat ding. Oh ja, keuze. Met z'n... Ja, dit gaat dus over het concept van life. Ja, nou, en een gedicht. Oh, een toning plus föhn ter waarde van €70. Oh, dat is wel goed voor mijn voor ons haar. Ja. Oh, dus dat kan je uitkiezen, denk ik dan. Of wat is dat? Nee, dit is een behandeling. Oh, wacht, ik pak er wat anders uit. Ik snap uit. Het. Wat is dit? Armbandje zit niet er ook in. Geniet van een waardecheck van €75 voor je eigen duurzame treinreis. Onder andere Milaan, Praag. Oh, leuk. Een armband. We gaan helemaal door elkaar. Het gaat helemaal fout. Ja, maar het moet ook niet te lang duren. Niet te langdradig. Oké, snel. Dan gaat iedereen die vlog van mij weer door. Oh, dit is inderdaad die... Nee, dit is gewoon echt een behandeling. Ja. Een toning en een föhn. Wat heb jij al? Dit is een shampoo. Van Kerastase. Oh ja, de groene. Ja. Dan... En nog een haarmasker. Oh, had jij deze al? Ja, maar ik weet dus niet wat het is. Dus kijk jij eens wat het is. Een leave-in. Even kijken. Ik heb geen idee. Oh, een serum voor beschadigd haar. Nou, dat is dat. De verhond. En wat is dit? Een soort masker of zo? Waarom moet ik alles gaan ontcijferen? Wat is dit? En een plant. Heb je het nu allemaal uitgehaald? Ja. Oh. Zeker. Weinig. Nou, is die van mij? Is die van mij? Ja. Dit is wat, waar zij... Zo. Dit is... Don heeft nogal een droge huid. Nee, oh nee, je hebt een vet huid en een droge. Ze zei tegen mij, wanneer heb je het gewassen? Het zei ik vanochtend. Zei ze, oh, dat is niet te zien. Toen dacht ik, oh... Toen zei ze, er zit wat in de goodie bag, wat jij echt perfect voor je hoofdhuid kan gebruiken. Nou, dat is dus dit. Dit is tegen de vette hoofdhuid. Nou, dat is voor mij is dat blijkbaar perfect. Alsjeblieft. Nou, dat was het. Dat was de goodie bag. Toch? Dat was het. Doei! Nou, we zijn bij de McDonald's. Heerly. Heerly, heerly. Heerly, zin in. Ik heb dorst en trek. Hij doet het. Het is vandaag woensdag. Ik had vanochtend school en daar kwam iemand van de hogeschool kijken voor bij mijn gymstage. En het ging heel goed, dus dat was heel fijn. En we zijn nu onderweg naar de mall. Zin in. Wat we moeten kopen is... Ik moet sowieso een cadeautje kopen. Moet je jouw schoenen ruilen? Ja. En dan naar de Xenos om even te kijken. Even inspiratie opdoen. Ja, even inspiratie opdoen. Wat nog meer? Even kijken of die tas of die leuk is. Oh ja, een reistas kijken. Dus genoeg dingen om te doen. Ja, bij servies misschien. Service. Ja, in Xenos heb je dat ook misschien. Dus dat gaan we nu doen. Zin in. Ik heb tussendoor ook nog even een pakketje van Le Olive. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten en ik heb ook een kortingscode. Sorry voor hoe ik eruit zie, maar ik wil het gewoon heel graag openmaken, omdat het er natuurlijk zo mooi uitziet. Het komt altijd een hele mooie doos. Oeps. Oh, volgens mij is dit zo'n doos met een magneet. Heel handig. En daarin zitten twee items, als het goed is. Ik ga ze er even naast leggen. Als eerst heb ik een hele mooie badjas. Namelijk deze. En hierachter staat dus mijn naam echt super mooi in het roze. En het is echt zo'n hele dikke soort kimono badjas. Heel mooi. Met mooie roze glitters. Dus hier ben ik echt super blij mee. Oh, en hier heb ik ook nog JLS. Dat zijn mijn initialen. En ik heb dus ook nog een soort pyjama jurkje. En dat is namelijk deze zwarte pyjama jurk. Echt super mooi. En hier heb ik weer in het wit JLS. En dat is deze hele mooie jurk. Hier ben ik echt super blij mee. Dus dit zijn de twee items. Ik ben er echt super blij mee. En alle linkjes staan in de beschrijving.
Het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag de hele dag naar school geweest. Ik heb net gedoucht. Want ik ben morgen jarig en we gaan vanavond uit eten. We wilden eigenlijk heel graag morgen uit eten, maar je kan maar natuurlijk tot 8 uur uit eten. En ik heb morgen tot echt heel laat school. Dus dan werd het heel erg gehaast. Dus het is nu 5 uur. Ik heb me net even opgemaakt en ik heb een blazerjurkje aan. En ik ga nu nog eventjes mijn haar feunen, want het is echt een ramp. En dan gaan we lekker uit eten met mijn vader, mijn broertje, mijn vriend. Dus dat is gezellig. Eet smakelijk! Ik heb even kort haar. Wij zijn terug van het uit eten. We hebben heel lekker gegeten. Oh, ik lik een boer. We hebben heel lekker gegeten. Het cadeautje. Ik had natuurlijk die grote zoet-zoet en nu heb ik ook een kleine. Heel leuk. En waar zijn de schoenen? Op bed. En nieuwe schoenen? Gewoon deze. Deze draag ik altijd. Alleen die van mij waren heel vies geworden. Dus dat zijn deze. Heel leuk. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En dat betekent dat ik jarig ben. Ik heb alleen van heel vroeg tot laat school. Van 9:30 tot 5. Dus ik moet echt vroeg weg. Het is ook echt 7:30. Dus ik heb mijn sportkleding aan. Ik heb mijn sportminor. En de vlagjes hangen nog. Die had hij gisteren voor mij neergezet. Heel erg lief. En ik heb dus dit kettingje gekregen van Lot. Heel mooi. Dus ik kan hem laten zien. Deze. En we gaan morgen dus een dagje weg. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja. Oké, ik ben terug van mijn minor. Eindelijk. Het duurde echt mega lang. En ik ga me dus nu klaarmaken. Het is al best wel weer wat later. Maar ik ga me dus nu klaarmaken. Want ik ga vanavond gewoon bij mijn moeder thuis eten voor mijn verjaardag. En nou ja, het was wel gewoon prima om het vandaag op school een soort van te vieren. En ik heb gisteren hele leuke cadeautjes gekregen. En was vannacht was echt heel lief taart gekregen. En dus een heel leuk kettingje van Lot. Dus ik ben helemaal blij. En ik had natuurlijk die nieuwe koffer en die nieuwe schoenen. En er zijn nu ook nog 2 pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik ook even openmaken. Zo. Als eerste eentje van Lovies. Dat is 1 item. Maar die had ik gekregen omdat het die Black Week is. Dan was er heel veel korting. En ik heb deze trui in het roze en in het groen. En ik vind dit echt de chillste trui die Lovies verkoopt. En deze is 50 euro. Maar de stof is echt top. En ze hebben dus echt mega leuke kleuren. Dus dat is deze trui echt super blij mee. En nog een heel leuk pakket. Namelijk van Manfield. Maar dit is eigenlijk voor Instagram. Maar ik laat het gewoon toch even zien. In mijn Naked Shop blog konden jullie zien dat ik laars had besteld. Maar dat ze dus niet pasten. En als het goed is passen deze wel. Want ik heb ze in de winkel gepast. Van Manfield zijn ze dus. En het zijn, kijk, deze prachtige mooie zwarte leren laarzen. En ik vind ze echt super mooi. Dus misschien ga ik die zo gelijk aandoen. En ja, als je foto's wil zien, moet je op mijn Instagram kijken. En ik ga me nu klaarmaken voor vanavond. Oké, ik was helemaal vergeten te filmen. Maar we zijn nu mijn verjaardag aan het vieren. En oh, je ziet helemaal niks meer. Ik zal soms even een stukje filmen. Ik wist echt niet dat dit zo klein was, want dit kan je gewoon meenemen in je koffer. Ja, ik dacht ook dat het meer zo groot was. Heel. Een kleurtje, die wil ik wel. Ja. Als je gaat experimenteren. Ja. Ik ga het sowieso morgen al gelijk doen. Hallo. Wij zijn nu onderweg naar Janette. Want zo verrassen. Ja. Ze heeft niks door. Nee, surprise party, maar ze heeft niks door. Heel leuk. Ja, ze zijn echt ja. Dus ze loopt nu naar haar huis. Dus Janette, tot zo. Oké. De kleuren laten zien. De camera stelt zo slecht scherp. Ik heb echt geen. Op Janet! Oké, het is vandaag zaterdag. En gisteren zijn we
hebben gegeten bij mij thuis. En toen kwamen nog vriendinnen, wat ik niet wist. Dus dat was heel erg leuk. Ik zal... Nou, je moet echt stoppen. Nee. Nee. Opnieuw. Nou, we zijn er al langs gereden. Oh, echt? Ja. Waar was het dan? Ja, kan je het opnieuw invoeren? Ik zit echt heel op te letten. Nee, dat merk. Nou, gisteren waren er dus, ik zal even het nu goed uitleggen. Gisteren waren er een paar vriendinnetjes gekomen, wat ik niet wist. Was heel erg leuk, zal de cadeautjes ook nog even laten zien. Ik heb echt hele leuke cadeautjes gehad. Dus daar ben ik heel blij mee. En vandaag is dus zaterdag. Het is nu echt al het einde van de dag. En ik ben dus nu samen met mijn vriend in Maastricht. Dus dat is heel erg leuk. En we gaan hier blijven slapen. We lopen nu richting de stad. Wil je niet naast mij lopen? Ja. Oh. We lopen nu richting de stad. Dat is 10 minuutjes lopen of zo. En dan... Maastricht! Ja, de stad. Gaan we eventjes winkeltjes bekijken. En ik zal... wachten. En ik zal straks ook even de kamer filmen. Want we hebben zo'n... hoe heet het nou? Studio? Ja, een studio. Appartementachtig. Ja. Heel leuk. Heel mooi ingericht. Heel leuk, hè? Dus we gaan nu even Maastricht in en dan gaan we vanavond eten bestellen, want de restaurants zijn natuurlijk tot 8 uur maar open. Maar op camera is het altijd minder mooi, vind ik. Het is inderdaad heel druk. Oké, wij zijn terug uit de stad. Wat hebben we gekocht? Panties, voor de rest niks. We gaan morgen even kijken in de stad en we hebben dingen gekocht om Pornstar Martini te maken. En zo ziet de kamer eruit. Heel mooi. Dus we gaan nu even chillen en dan gaan we zo meteen gaan we sushi bestellen. Oké, we hebben net cocktails gemaakt en we hebben dus sushi besteld, maar het is bijna op. En we hadden vandaag bij Pinky, of hoe heet het? Geen idee. Dan hadden we dit gekocht. Het is wel een beetje geplet in de tas, maar we gaan even proberen. We hadden chocola, vanille, aardbei en red velvet cake. Oké, wij zijn wakker. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn wentelteefjes aan het maken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vanaf volgende week komen er weer normale vlogs. Want dit waren natuurlijk gewoon beelden van de afgelopen maand. Van de maand ervoor. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!